Dit is Astrid Mimo Hoen. En Astrid Mimo Hoen is een Ierse zangeres. En die heb ik voor de eerste keer gehoord. Nou, het was ook ontmoet bij De Wereld Draait Door, was zij. En dat moet ik echt zeggen. Dat is echt leuk van De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door, daar komt iedereen langs. Allemaal mensen die... Nou, sommige mensen weten niet eens dat ze bestaan. Ik wist niet eens dat zij dat was, zeg maar. Maar die allemaal mensen ontmoet die anders nooit zou ontmoeten. Dat is echt leuk van De Wereld Draait Door. Even voor de mensen die weinig tv kijken. Even nog voor de zekerheid. De Wereld Draait Door is een talkshow. Die is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En op vrijdag zit ik dan ook aan tafel van de talkshow. Als sidekick. En sidekick betekent zoveel als... zeg ook eens iets. Dat is echt leuk om te doen, moet ik zeggen. Ik vind eigenlijk, als ik erover nadenk, ik vind eigenlijk alles leuk bij De Wereld Draait Door. Behalve één klein ding. Ik vind één klein ding niet zo leuk bij De Wereld Draait Door. Vind ik alles leuk. Het enige wat ik niet zo leuk vind is, bij De Wereld Draait Door hebben ze het altijd over de waan van de dag. Over waar iedereen vandaag in Nederland over praat. Daar hebben ze het dan bij De Wereld Draait Door ook nog een keer over. Terwijl ik zelf ben eigenlijk meer geïnteresseerd in waar we het met z'n allen 2 jaar geleden over hadden. Ja, ik krijg het bij de redactie ook niet doorheen, hoor. Maar, er is toch vaak, hebben we 1 onderwerp. Heeft heel Nederland het heel de dag over. Op Radio 1, overal hebben we het daarover. Nou, dan de volgende dag nog een stukje. Dan vergeten we dat weer, want dan is er weer een ander onderwerp. Gaan we daar weer heel de dag met z'n allen over praten. Terwijl ik dan vaak nog steeds aan het denken ben aan de vergeten onderwerp. Weet je wel, dan blijf ik maar denken, hoe zou het nou toch zijn met, ja, weet ik niet, met... Nou, bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat verhaal nog herinnert, een paar jaar geleden was er dat verhaal over die vrouw die in een rolstoel was en door 5 mannen was verkracht. Ken je dat verhaal nog? Nee? Ja, dan heb ik de clue weggegeven. Maar is de spanning een beetje uit het verhaal, maar er was dus een vrouw in een rolstoel, die was door 5 mannen uit de rolstoel getrokken in de bosjes. Was ze heel erg, nou niet heel erg verkracht, maar gewoon verkracht, maar het is heel erg, maar ik bedoel, niet heel erg verkracht. Nee, we gaan nu maar gewoon verkrachten. Maar en toen geloof ik nog wel teruggezet in de rolstoel. En ja, dat was hartstikke netjes. En zo, klaar is Kees. En Jan ook. En toen stond heel Nederland stond op zijn achterste benen. Ja, behalve die vrouw dan. Maar iedereen stond op zijn achterste benen. Oh, er is een vrouw uit de rolstoel, 5 man in het bosje verkracht. Waar moet Nederland naartoe? We staan aan de rand van de afgrond. We hebben onze onschuld verloren. Nou, toen bleek een dag later bleek dat die vrouw alles gelogen had. Het was helemaal niet waar. Ze was door 3 mannen verkracht. Nee. Nee, door 2 mannen en een hondje. Nee. Nee, ze was helemaal niet verkracht. Nou, toen waren we allemaal weer heel kwaad op die vrouw. Ach, een stom wijf. En ze moesten ze in zee gooien. En en dan was ik echt niet de enige. En nou zou ik zoveel jaar na dato wel eens met die vrouw willen praten. Van, goh, waarom had u dat toen verzonnen? En wat was de eerste keer dat u zei dat u gelogen had? En wat was de eerste keer dat u dat... En waarom had u 5 mannen verzonnen? En, maar goed, ik ben de enige. Maar dat is dus het enige wat ik niet zo leuk vind aan De Wereld Draait Door. Verder vind ik alles leuk. Nou, ik vind voornamelijk leuk wat ik zei. Dat het leuk is dat daar mensen langskomen die anders nooit zou ontmoeten. Want ik ben niet zo'n heel erge feestjesganger of zo. Dus ik zou nooit iemand tegenkomen. En daar komt iedereen wel eens langs. Zo, bijvoorbeeld... Zo heb ik daar voor de allereerste keer Lisbeth List ontmoet. En Lisbeth List is... Dat is een zangeres, daar heb ik heel erg veel bewondering voor. Die vind ik misschien wel een van de beste zangeressen van Nederland. En die heb ik daar voor de allereerste keer ontmoet. En die allereerste ontmoeting met Lisbeth List... Die was heel... apart. Hebben jullie Lisbeth List wel eens zonder make-up gezien? Alsof ze al 2 jaar dood is! Ik dacht dat ik paranormaal begaafd was geworden. Mag ik al een letter doorgeven? Oh. Maar wat zo knap is, dan gaat Lisbeth List aan de slag met potloden en met scheermachines. En dan maakt ze van zichzelf helemaal Lisbeth List. Want die heet van zichzelf ook geen Lisbeth List. Die heet iets van Ria Kraakbeen of zo. Dus Lisbeth List als zodanig bestaat helemaal niet. Er wordt helemaal door haar zo in elkaar gezet. Nou, het was fascinerend om bij te staan. En wat ook zo typisch is, bekende Nederlanders, als ze elkaar ontmoeten, al hebben ze elkaar nog nooit ontmoet, doen ze toch net of ze elkaar al heel goed kennen.
Ja, ik doe maar gewoon mee. Maar ik vind het stom. Ik kwam een keer op straat, kwam ik Henny Stoel tegen van het NOS-journaal. Die kende ik helemaal niet. Zegt Henny Stoel, hallo. Ik zeg, oh, hallo. Ik denk dat het zoiets is als vrachtwagenchauffeurs in Amerika toeteren, zeg maar. Zoiets is het. Dus ik kwam Lisbeth List tegen, had ik nog nooit ontmoet. Zegt Lisbeth List, hey! Ik zeg, hey! Zegt, wat zie je er goed uit? Ik zeg, ja, ik wel. En ja, ja, moet wel eerlijk blijven, vind ik. Ik zeg, jij ziet er ook uit. En moet iets terug zeggen. Zegt ze, je bent afgevallen. Ik zeg, nou nee hoor. Zegt ze, jawel, 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 je bent afgevallen. Staat je ontzettend goed. Probeer het nou wel een keertje zo te houden, zei ze. Oh, en Freek de Jonge. Of Satan, zoals we hem thuis noemen. Oh, dat is ook een eikel, hè. Nou, dan moet ik eerlijk zijn. De laatste keer dat hij bij de Wereld Draait Door was, vond ik hem hartstikke aardig. Maar de keer daarvoor was hij stom. En het was trouwens ook stom over jullie, over het publiek van Mark Marie. Heb ik nog wel van jullie opgenomen. Heb ik wel een beetje van jullie opgenomen. Maar goed, toen belden ze mij 2 weken later weer op een vrijdagmiddag. Zeiden ze van, nou, vanavond zit Freek de Jonge weer bij je aan tafel. Ik zeg, nou, hartstikke leuk. Zie ik jullie volgende week. En ja, toen zei ze, nee. Ja, stop. Ja, we kunnen hem eventueel ook wel afbellen. Ik zeg, nou, hartstikke goed. Dan zie ik jullie straks. En toen gingen ze hem afbellen. Maar toen ging zo'n tuttebal van de redactie ging tegen hem zeggen, ja, meneer de Jonge, wij vinden het zelf heel erg jammer. Maar ja, Mark Marie wil niet met u aan tafel. Ja, daar maakt hij geen vrienden mee natuurlijk.